Zo, goedemorgen KWO'ers. Welkom op Carp Insula. Ik ben vandaag in België. Sterker nog, ik was hier gisteren aangekomen samen met onze cameraman Robin Bulters. En we zijn uitgenodigd door de Carp Specialist om eens eventjes een instant nachtje te komen vissen op dit betaalwatercomplex. In totaal liggen we hier in de bossen van Holsbeek. Ligt ergens in het midden België, zo'n 100 kilometer vanaf Breda. In totaal liggen hier 15 wateren. Echt in een prachtige, bosrijke omgeving. Nou, toen we gisteren aankwamen hadden we niet het idee, we gaan eens even een paar vissen vangen. En vannacht is dat ook niet gebeurd, maar het is wel echt genieten. Maar goed, we gaan als eerste even naar wat beelden kijken van gisteren. Want toen we hier aankwamen waren we echt wel betoverd door hoe mooi het hier is. Alright, nou ik ben dus met Robin. Jij gaat als eerste met de boot, hebben we besloten. Ja. Want als die boot het redt met jou, dan lukt het met mijn vederlichaam ook wel. Dat gaat vlekkeloos lukken. Waar ga je hem neerleggen? Ik heb drie plekjes uitgezocht. Ik ga in de kanten vissen. Ik ga twee hengeltjes hier neerzetten en ik ga er eentje iets verderop neerzetten. En het is toch wel een water waar je denk ik secuur moet vissen, omdat je nog een beetje last hebt van wie hier op de bodem. De lelies uiteraard, dus die gaan we heel strak positioneren en dan gaan wij een vis vangen. Ligt die top? Ja, hij ligt goed man. Wel verzoek hoor. Het is echt heel veel bladeren, lelies op de bodem. Maar deze ligt mooi vrij. Dus, gaat goed komen. Ja, zeker. Nou, zoals op zoveel betaalwater zijn een aantal dingen verboden. Gevlochten lijnen zijn niet toegestaan. En gewoon lood is ook niet toegestaan. Daarom krijg je als je ten tonele verschijnt hier op Carp Insula, krijg je een aantal van deze rakkers, die Palatrax loden. Daar ga ik dus mee vissen. Ik ga één hengel met tijgenoten, één hengel met een nepmaasje en één hengel met body vissen. En ja, dit richtje, dit gaat het hem gewoon doen. Een soepel richtje, twee stukjes poetie op de lijn en een lekker tijgenootje. Zo, eens kijken of dit een beetje veilig gaat. Het is wel even wennen deze bootjes. Vooral het recht terugvaren is lastig. Maar goed, ik ben gewoon ook niet zo heel erg handig. Ik heb dus mijn hengel echt perfect neergelegd. Op een klein schoon plekje, harde bodem. En daarnaast was het relatief zacht. Rechts van mij is een omgevallen boom. Dus je zou denken, ja, als het ergens naar karper ruikt, is dat het wel. Ik heb toch best wel wat bijgevoerd. Het water is twee volledige weken niet bevist geweest. En de temperaturen zijn eigenlijk best wel prima. Het is begin november. Maar Bulters, het voelt alsof het gewoon nog begin van het najaar is. Het is perfect visweer, denk ik. Perfect visweer, jongens. Nou, snel de andere hengel erin. En dan zullen we eens even bij Bas gaan kijken. Want die is inmiddels ook gearriveerd. Hey, ik ben Bas. De jongens zijn vanaf vanmiddag lekker aan het vissen. Ik heb veel te lang zitten kletsen met Jelle. Dus het is nu volgens mij rond de klok van vijven. En ik moet de hengels nog doen, dus ik loop tegen een klein achterstandje aan, maar vooruit. We hebben hier op Orbis in ieder geval een paar keer wat vis zien draaien tijdens het kletsen. Dus we gaan het spulletje maar eens even klaarmaken. Hengeltjes uitvaren, ik heb de voerboot stom thuis gezet. Dus er wordt even varen met de roeiboot. Ik wil toch even kijken wat de bodemstructuur doet en dan gaan we eens kijken of we er eentje kunnen prikken. Thank you.
Goedemorgen. Morgen. Lekker geslapen? Ja, heerlijk geslapen. Ja, dat betekent dat je geblankt hebt zeker. Ja, ik kan er niks anders van maken, Bas. Het was vannacht geen vetpot. Maar goed, jij gaat wat vertellen hierover. Over het domein, want het, zijn, ja, het is een prachtig domein. In totaal hebben we 14, 15 wateren. Op dit moment zijn er 5 open. We hebben ervoor gekozen om rustig te openen. Zodat Jelle alle visbestanden op een natuurlijke manier kan klaarmaken. Want Jelle is de beheerder, hè? De beheerder en de eigenaar van het domein, inderdaad. Dus daar werken we nauw mee samen. Wat heel erg leuk is, het zijn dus allemaal wateren die je exclusief kan afhuren. Eigenlijk allemaal, vrijwel allemaal visje vanaf zo'n schiereiland. Ja, het zijn hoefijzervormige wateren. Ja. En wat kost een weekje of een midweekje? €275 voor een midweekje of een weekend en €550 voor een week. Dat is de exclusieve afhuur van één zo'n water. Dus dat deel je samen met je vismaat of diegene die ook met je meegaat. Dus omgerekend als je met z'n tweetjes gaat, is iets voor €137 een weekend. Was zij net al, thuisblijven is duurder. Ja. Maar als je dan per water bekijkt die dus 2020 open zijn, dan hebben we Mintpool, dat is denk ik het runwater. Ja, runs. Ik mag het geen runswater noemen van Jelle, maar dit is het water waar je wat actie kunt verwachten. Iets makkelijker, of iets moeilijker is Orbis. Verwachten ongeveer rond de 35 karpers op te hebben zwemmen, stuk voor stuk. Mooi beschutte spiegels, dus dat is echt het water waar je voor de looks heen gaat. Dan ga je al snel naar Bellypool, waar jullie waar nu, we nu zitten. 25 karpers. Hier is het trefwoord echt lelies. Hele mooie visserij. Ja, een beetje Redmaypool dit, hè. Een beetje de Engelse visserij. Ik denk ook, je moet hier niet naartoe gaan dat je denkt, nou, ik ga eens even 10 vissen in een weekend vangen. Het is echt het peuteren tussen de lelies, onder de kantjes, overhangende bosjes. Je mag hier dus met een boot op, dat is relaxed. En ja, het zijn wel wateren waar er dus een uitdaging op ligt. Absoluut. En als je het over die uitdaging hebt, dan is Origin Pool is echt het hogeschoolvis. Hier zijn het de lelies die een uitdaging vormen. Op Origin Pool is dat het wier. Okay. Wel, we schatten zo'n 5 à 6 vissen boven de 20 kilo te hebben zwemmen. Ah, meen je? Het zijn kleine watertjes. Dus die zit nooit ver weg. Nee, ze zitten er. En daar is het echt de techniek van, hey, hoe ga ik ze punt 1 verleid tot een aanbeet, want het is helder en wierrijk. En hoe ga ik ze dan ook uitkrijgen? Dus dat is leuk, mooi. Een soort van ander concept is het Kingpool. Wat hier vlak achter ligt, dat is meervalvis. Nou, daar zijn we gisteren even langs geweest. Het was wel leuk, er zaten twee gastjes te vissen. En het is dus een meerval- en karpenvijver. En ze vingen echt een heel mooi beschubt spiegeltje. En toen dacht ik al, ja, als dit een beetje het slagvis is wat op alle wateren zwemt, dan is dat echt wel mooi. Dus op dat Kingpool, daar kunnen dus ook karpenvissen zeggen, ik wil een vleugje meervallen visserij beleven. Ja, vleugjes zwemmen er zo'n 40, 25 normale meervallen en 15 Mandarin catfish, dus van die oranje vissen. Superleuk voor vader zo'n weekend, of jongens die zeggen, nou, ik heb altijd al een keer zo'n meerval willen vangen, maar ik vind het nog wat ver om bijvoorbeeld naar Spanje te rijden, dan is het echt heel erg leuk om in een veilige omgeving, zeg maar, eens een keer voor het eerst kennis te maken met die slijmjurken. Ja, want als we het over de omgeving hebben, we zitten hier in midden België. Leuven. Leuven, 100 kilometer vanaf Breda, is relatief goed aan te rijden, denk ik zo. Ja. Je hoeft niet naar Frankrijk om een 20 kilo vis te vangen. Dat kan ook gewoon hier zo in België. Nou, Bas, ik denk dat een grote lijn het wel was. Zijn er nog dingen wat die mensen moeten weten over Carp Insula? In vergelijking met onze andere wateren die we aanbieden, is het een water, of is een domein eigenlijk waar je redelijk back to basic gaat. Je hebt heel veel rust en heel veel privacy. Juist omdat het zo ver afgelegen is, hebben we hier geen stromend water en geen vaste stroom. Geen wifi ook, denk ik? 4G doet het prima. Okay. Maar inderdaad geen wifi. Uiteraard hebben we gewoon een droog toilet voorzien ter plaatse en kunnen mensen elders, iets verderop in het dorp, gebruik maken van de douchefaciliteiten. Okay. En Jelle die heeft van die powerkicks. Ja, aggregaatjes op de stek. Die stroom hebt. Okay. Dus zeer mooi voor mensen die zeggen, ja, ik wil lekker in de natuur. Maar ik vind het wel prettig om veilig te zitten op mijn betaalmaat. Ja. En eigenlijk van makkelijk tot moeilijk is het te vinden. Okay, nou jongens, mocht je dus interesse hebben om op Carp Insula te vissen, surf dan naar www.decarpspecialist.nl. Of ja, toets het gewoon in op Google, hè. Carp Insula. Dan kom je automatisch bellen, WhatsApp bij deze man terecht. Dan komt altijd goed. Wij denken in ieder geval vanuit KWO dat het een concept is die aan gaat slaan. Voor iedere visser, ook denk ik qua vaardigheden, ben je een beginnende visser, dan ga je naar Mintpool. Ben je een visser die van de uitdaging houdt, ga je naar Belly Lake of Origin Lake. Ja. Pool, hè, is het? Ja, pool. En dat alles in een schitterende omgeving. Maar goed jongens, wij gaan als de brandweer de spulletjes opruimen en dan gaan we eens eventjes opwarmen bij de kachel, want in de novemberregen is het zo warm niet meer. Inderdaad, lekker thuis aan de gang. Tot ziens jongens.